Kunnen plantjes in een doos na 4 dagen overleven zonder water, zonder niks? We shall see. Zometeen. Vandaag gaan we een doosje open doen. Niet zomaar een doosje. In dat doosje zitten er plantjes. De plantjes komen van aquariumplantenshop.nl. Deze zal je wel bekend staan. Deze staan ook op vivarium. Dus die stonden daar toch vorig jaar ook. Ik heb deze plantjes besteld. Deze plantjes zijn bestemd voor in mijn buitenaquarium. Maar met dat pakje was er iets. Het is niet zomaar iets. Ik had dat pakje vorige week besteld. Deze zijn dinsdag verstuurd geweest, zoals het op hun website staat. Maar er was een leveringsprobleem. Ik heb dit pakje willen laten leveren op mijn werk, omdat dat het gemakkelijkste is voor mij. Maar er was een wielerwedstrijd in mijn straat, waardoor de postbezorger of het pakjesdienst het pakje niet kon bezorgen. Wat is er dan gebeurd? Dus die moest normaal gezien woensdag mee toekomen, dat is niet gebeurd. Donderdag is het ook niet gelukt en heb ik pas dus vandaag, vrijdag, het pakje gekregen. En ik ben benieuwd, en waarschijnlijk jullie ook, of de plantjes hierin nog wel allemaal oké zijn. Ik hoop van wel, ik heb het pakje zelf nog niet open gedaan. En dat gaan we nu samen doen, het pakje open doen. Ik ben benieuwd of de plantjes na 3 of 4 dagen in deze doos het overleefd hebben. Dat zullen we zien. Hier hebben we de doos, zoals jullie kunnen zien. Zoals jullie kunnen zien, mooi ingepakt. Met een mooie sticker van breekbaar erop. Dat vind ik goed. Wordt misschien met meer respect behandeld bij de pakjesdienst. Net ingepakt, zeker een pluspunt. Ga even de doos open doen. Yep. Doos open. Wat zit er hier allemaal in? De bestelbon. Zoals we kunnen zien, wat heb ik besteld? Ik weet niet of het leesbaar zal zijn, maar ik zal het gewoon voorlezen. Lysimachia numularia, dat is een Noord-Amerikaanse plant. Ik heb die speciaal besteld, omdat het Noord-Amerikaans is. En het bestendig zou zijn voor buiten in het water, dus ook voor in de vijver eigenlijk. En ook Vallisneria spiralis. Waarom Vallisneria? Net hetzelfde. Naar ik heb vernomen, is deze ook bestendig voor buiten met een minimaal temperatuur van 10 graden. Dus dat zullen we dan snel wel zien of dat gaat lukken. Nu, de doos. Hierin zitten spirulina flakes. Dat is een staaltje met spirulina vlokken. Zullen we zien wat vissen dat lusten. Wat zit er hier nog in? Quick Guide Tropica. The safe way to make your aquarium a success. Er zit een boekje bij. Zullen we ook eens doornemen dan later. En nog eens reclame. Want to grow. Die heb ik ook ergens zien staan. Allemaal plantjes. Goed, wat zien we nu? Het is voor mooi verpakt in van die schuimpjes, vreselijke schuimpjes. En dan hebben we hierin een mooie pak met plantjes. Zo te zien, goed verpakt, heel stevig verpakt, dus er kan er zeker weinig mee gebeuren bij het transport. Dus er kan zeker enkele dagen aan. Dat is hier die Lysimachia, of hoe je het ook noemt, dus de plantjes voor buiten. Het is vrijdagavond, dus ik ga. Oeps, het is vrijdagavond, dus ik ga die plantjes nu niet meer gaan planten buiten. Ik ga dat morgen doen. Wat er gebeurt, ik ga die plantjes dan nu in een emmer water doen. Dat ze terug een beetje water kunnen opnemen. Ik denk dat ze dat wel leuk zullen vinden. Ik ben geen plantenman, dus we zullen zien. Even open doen. Het is alvast heel goed ingepakt. Dus daaraan zal het niet liggen dat er een schade zou zijn.
De plantjes zien er op het eerste zicht correct uit en nog zeer goed. Dus weer al een pluspunt. Aquarium Plantenshop krijgt heel veel punten vandaag van mij. Want ik had hen ook vanmorgen een berichtje gestuurd van kijk, ja, er is een probleem met de levering. Ik hoop dat de plantjes goed zullen toekomen. En ze hebben mij bevestigd van ja, de plantjes zullen goed toekomen. Ik ga even hier inzoomen en kijken of jullie het beter kunnen zien. Dus alles mooi ingepakt. De plantjes zien er nog allemaal heel mooi groen uit. Dat is die Lysie Magia, dat is een plantje voor buiten. Als je die gaat opzoeken, ik ga een link in de beschrijving zetten naar dat plantje, bestaat ook als buitenplant. Zou perfect ook boven water kunnen groeien. Gaan we zien. Ik heb er twee besteld, twee voor buiten. Het roeit heel mooi. Zo, oepsa, mooie plantjes. En de Vallisneria. Dat is een van mijn lievelingsplanten, Vallisneria. Hoe simpel ze ook zijn. Ze zijn wel nog kort, dus het zijn geen lange. Vallisneria. Ik was op zoek naar Vallisneria Gigantea. Ik heb er niet direct gevonden, online toch niet. Het is mooi in een terracotta potje. Ook wel tof. Toffe potjes. Niet voor weg te gooien, die potjes. Die kunnen we misschien nog, kunnen nog goed worden. Wat zie ik hier? Wacht, ik ben hier aan het tellen. Pakketje, pakketje. 7. Even meer naar beneden. Yep. Dus de plantjes. Vallisneria 1, 2, 5, 6, 7. Bestelling is correct. Naamkaartje erbij. Altijd zeer handig. Een naamkaartje. Met daarin een beetje info op. Goed. Wat moet ik zeggen daarbij? Mooie plantjes. Ze zien er heel mooi uit. Er is geen schade aan. Ze zijn... ja, prachtig. Even, jup, hier ben ik terug. Zo, dat waren de plantjes van aquariumplantenshop.nl. Ik moet zeggen, mooi verpakt, goede service. Tevreden. Dus voor mensen die plantjes nodig hebben, er zijn nog ook andere websites die ook, waar ik ook tevreden van ben. Maar ik moet zeggen, mooi materiaal. Goed, ik ga deze video afsluiten met de woorden: ik ben zeer tevreden met de plantjes die ik heb ontvangen van aquariumplantenshop.nl. Ze zien er allemaal goed uit. Mochten jullie deze video leuk vinden, vergeet zeker niet op dat duimpje naar omhoog te klikken. Mocht je deze video niet leuk vinden, nu ook op dat duimpje omhoog. En misschien nog, als je nog niet geabonneerd bent op mijn kanaal, doe het dan ook niet. En vergeet dan zeker niet op dat belletje klikken, zodanig dat jullie op de hoogte worden gehouden van iedere nieuwe video die ik zal uploaden in de toekomst. Ik zie jullie een volgende keer. Ciao.